Ja, hallo beste mensen. Dit is Deskan Zolle, mijn naam is Casper. En dit is part 2, oftewel van de route West Coast Mainline. Of de Northwest and Scotland route. Die dus te downloaden is op de Alan Thompson website. We hebben in part 1 gereden van Glasgow naar Carlisle. En nu gaan wij verder van Carlisle naar, ik denk, Oxenholm. Kijken hoe lang dat nog gaat duren, want het eerste deel was al... bijna al anderhalf uur. Ze zijn aangekomen op Carlisle. Dat hebben we zo kunnen zien op part 1. Dus this is part 2. In part 1 we're driving from Glasgow to Carlisle. Where we are now. And now we are going from Carlisle, I think, to Oxenholm. I think. We have to see her. Which time were their arrival. En ik zag trouwens nog wat leuks trouwens. Ik zag wel dat er een leuke scenario aankomt nu. Ja, een scenario. Je hoort het goed, ja? Een scenario. Ik zag daar net een 50 of een 47 aankomen rijden. Kijk, komt hij aan. Dat is een 47. Beast! It's beast time. Dat is een, waarschijnlijk dat een DVT of een 90 die kapot is, denk ik. Wordt gesleept door een... Klaas 47. It is a delivery. We mogen om 7 uur vertrekken. Dus doen we dat maar weer even weer. Ik weet niet of hij nu wat gaat klekken, want ik ben nu al mijn eerste deel al aan het uploaden op YouTube. Misschien dat wat klek in het beeld nu kan komen. Maar even kijken. Maar wel mooi dat we even deze Klaas 47 laten zien binnenkomen. Wat een geluid ook dan, dat geluid. Ik vind het ook wel een brute livery hoor, dat Intercity livery. Dat vind ik een mooie kleurcombinatie. Komt ie aan, de 47. Ja, die zijn ook kapot. De meter is kapot. Ook hier hoor je het gezang van de MK3-wij Rijtuigen. Rijtuigen. Part 1 had je gezien dat we veel te vroeg aankwamen. Eigenlijk wilde ik gewoon deze route in één keer doorrijden. Maar heb ik toch wel voor gekozen om de route toch maar te gaan knippen. In delen. Even kijken of we nou nog kunnen zien vertrekken, want als ik toch zeeën van tijd heb, kan het wel gewoon, denk ik. Even screenshotje. Wij moeten ook zo vertrekken weer. En dan gaat het. Team 3 in Preston. Dan rijden we wel door naar Preston toe. Dat is nog een uurtje. Dat kan wel. We rijden gewoon door naar Preston. We are continue driving to Preston. Ik wou even kijken hoe lang dat ging duren. Maar het is nu 10:03, zegt hij dat ik in Preston aan moet komen. Dus dan is het wat te doen. Ik hoop dat we nou wat scenario treinen gaan tegenkomen die wel rijden. Zal ik even kijken, we moeten nu aankomen in Penridge. Hij zegt 8:09:22. 17 mijl, kijk, nou zit ik dus waarschijnlijk weer dat ik het niet eens ga rennen tot aan... Op tijd tot aan Penridge.
Hartstikke wel goed. Top. Ik heb het geluid van de microfoon iets hoger gezet, want ik vond toch wel dat filmpje 1 toch het geluid weer te langzaam of weer te zachtjes was. Dus nu gaan we naar Pinwitz, dan gaan we naar Oxenholm, Lancaster. Eindstation is Preston. En vanaf daaruit kun je dus weer door naar Crewe, Preston Crewe. En vanaf daaruit kun je van Crewe terug naar London, Houston. Die hebben we al gereden, een stukje. Dan ging de tocht aan Birmingham. En dit route is dus te downloaden, als je dus nu part 1 hebt gekeken. Deze route is dus te downloaden bij Alan Thompson, in ieder geval www.alanthompsonsin.com. En dan moet je de West Coast Mainline moet je hebben en je moet de Over Sharp hebben om deze route te kunnen rijden. En ik rijd natuurlijk altijd met Armstrong Powerhouse Soundpacks, die je daar ook kunt downloaden en kunt kopen. En je hebt ook een scenario zonder de Armstrong Powerhouse. Ja, ik vind dat gewoon het geluid veel mooier. Dus vandaar, we mogen al 5 shuttles hier. Opletten. We rijden dus met de klasse 90. Met 9 MK1 wagens en 1 DVT. Zo, we gaan maar weer. Ik heb in totaal 18 minuten gestaan in Caroline. Dat was gewoon 18 minuten te vroeg. En zoals je kunt zien in part 1, zo zeg ik, kijk nou even naar part 1. Dan heb ik het echt rustig aan, het laatste stuk. Oké, okay, ladies and gentlemen, we are continuing now to Preston and we go all the way. This part 2 is to Preston. With this class 90, I hope you like this video. Zo, hij is wel goed met beeld, zie ik. Ik was een beetje bang dat hij wat zou gaan blacken. Weer het uploaden, maar dat pakt hij goed, zie ik. Oh, we zijn wel heel snel weer uit Caroline, moet ik zeggen. Kom in. Bussel. Hallo. 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 Goed zo. Ja, dat is ook zoiets met Trisman. Dat is altijd een rotte plek. Dat was gewoon weer zo'n rotte plek. Die heb ik heel vaak gehad. Ik heb eens een route gebouwd, een keer een route gemaakt. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. En op een gegeven moment had je ook van die punten. En dan heb je van die punten waar je dan even alles weer moet laden. En ik had op een gegeven moment die route die ik toen had gebouwd. Maar precies op dat punt dat ik moest laden, had ik hem gesaved. En ja, toen kapte hij eruit en was de rotte plek. Was mijn hele route kwijt. Die route heb ik echt denk ik wel, drie jaar zitten werken. Het was van A naar B was je ongeveer 3,5 uur onderweg. Ja, je krijgt het nooit meer goed. Dat vond ik wel heel jammer trouwens hoor. Dat vond ik wel een mooie route trouwens. Je kon helemaal rondrijden van A naar B en dan kon je van B weer helemaal rond terug naar C en dan kwam je weer op A uit. Dat is een hele mooie route. Maar dan ben je wel even boos. Dan ben je wel even klaar mee. We mogen nu inmiddels alweer 35 mijl per uur. Nogmaals, ik ben niet zo heftig, ik ben niet zo blij met dit scenario. Maar goed, dan zeg ik altijd al meteen mezelf, dan moet je maar even testen. Maar ja, ik ben niet zo eentje die eerst getest. Ik vind het gewoon mooi om die route te gaan rijden. Dus ik ben wel deze keer raak dat ik hier op in ga. Dat vind ik gewoon leuk en dan hou ik gewoon van verrassing dat ik allemaal tegenkom. De aankomsttijd in Preston was dus 10:03, dus dat betekent dat we nog 3 kwartier in de weg zijn. Snel weer. Part 1 is dus van Glasgow naar Carlisle en part 2 wordt dus van Carlisle naar Preston.
speeding. Hoe kan ik nou speeden? Ah, staat op 100. Oké. Okay. Ze hebben mijn parkeersensor van mijn auto. Jij mee naar KT 115, we mogen alweer al op de maximale baan gaan. 110 mil per uur kan deze trein. Dat kan nog gewoon helemaal niet harder. Dat is wel goed trouwens, anders was ik waarschijnlijk ruim een half uur te vroeg geweest op Kauw. Ik ben even laat dat ik zei in het platform dan. Lekker hoor, dat heb ik nodig maar. Ik ben al zo trouwens. 9 uur 22 zegt hij. Ja, dat kan nog wel. Ga ik dan eens even een lekker kwarmondje pakken. Ik heb Belgisch bier gereden. Kijk of nu de treinen nu wel rijden, want in part 1 reed er niks trouwens tegen de treinen. Dat zou wel mooi zijn, ja. Dan moeten we zo weer in de rem. Heb ik al plannen voor de volgende route die ik ga doen? Nou, ja, daar heb ik al plannen voor. Maar wat ik dan ga doen, ga ik je nog lekker niet vertellen. Ik heb al een aantal ideetjes erover. Hoor. Nogmaals, deze route is dus gratis te downloaden via de Alan Thompson website. Dus www.alanthompsonsim.com. Er staan ook heel wat repaints. Onder ook de VTEC livery van Elnair. Een hele mooie livery. Oh, hele mooie, ja, is een hele mooie livery. Sorry. Die van de 125 en die van de 225. Zo, dan gaan we nog even de 225. Driving now on the route to Preston. Next stop is Penridge. ETA is 9:22 from now. Yeah. Er zit dus inderdaad ook een cruise control. De voorruit is met een puntje. En terug is met een kommaatje. Als je hier naar kijkt, naar deze. Als je op punt drukt, dan is hij 110. Als je op kommaatje drukt, dan gaat hij zakt hij af. Dan gaat hij naar 100 toe en dan zakt hij trouwens terug naar 100. Dan moet je lekker op 110 staan. Zo werkt het een beetje. Verder wel een mooie cap hoor. Ziet er goed uit. Guard core als ik wil. Dit is on. Dit is ongeveer de supply. Dit zijn de bovenleidingen. Ik ga nu op testen. Brand! Ja, ik moet stoppen want de bel doet het niet. En hier heb je dan nog de lampen, parking brakes. Mag je ventilatie aanzetten van je in de cabin.
geruimd die zo dingen is. Ik ga eruit. Nog 3,87 mijl en dan zijn wij op Penrith. Ik denk voor mij dat ik lekker aan een kwaremondje ga pakken. Daar is Basje, was hij dan? We have to reduce our speed now because we are heading to Penrith, next station. Net zoals die man die dat ook in, op YouTube doet. Gewoon, die heeft ook zo'n kanaaltje, die doet ook alleen maar Engelse bitters. Now we are driving on a maximum speed of 95 miles per hour and we have reduced our speed for next stop, Penrith. Blijven niet. We gaan remmen. Yeah. Oh, emergency shit. We moeten niet hebben. Dat doe ik dan weer niet slim, hè. Zit er minder. Oh no, I put him in the emergency brakes. I'm sorry. You stupid bastard. Wat ik hem er nou weer uit krijg. Nog langer wachten voordat ik mijn kwaremondje mag pakken. Zo. Kijk, ik ga de rel. Ja, die gaan we toch. Top. Oké, allemaal weer gassen. Nou, sorry jongens. Iets te enthousiast. Met een beetje mazzel komen we nog wel op tijd aan in Penrith. Waar is mijn penrit? Oh, sorry. I'm looking for my pen. Rit. Oh. Nou, laat ik gewoon lekker uitrollen. En scotchetjes aan de rechterkant. Hé, hey, ik heb geel. Why? Oh, toch niet. Oh, dan ging ik weer naar emergency toe. Ik geef dit, deze scenario bouwen echt een dikke vette 1. Oh, kom dit. Oh, sorry. Ja, 150 komt eraan gereden. 150. Oh ja, natuurlijk, dan rek ik gewoon nu door, hè, sickers. Are you kidding me? Oh, dit is slecht. Dit is slecht, zeg. Hey, ik ga even een kwade mondje halen, ik ben zo weer. Tot zo.
iets meer rustig een biertje al even. Dan gaat er weer lopen jengelen. Oh, ik mag alweer weg, zie ik. Oké, gaan we weer. Maar ik heb wel mijn kwaren mond. Hoppa. Lekker borreltje bij het drinken. Ja, en was je neers, mocht je borrels drinken. Ja, ja. Ja, wat doe je dit, heren? Ja, het is Pasen. Nou, ook geen bevrijdingsfestival had ik gehoord vandaag. Ik ga ook die door. Nee, jongens. Oh. Het wordt allemaal maar een beetje een succesjaar, zou ik zeggen. 2020. Of zo maar zeggen. Goed, we mogen weer naar de 95 kilometer per uur. De volgende stop is Axelholm. Oh, ik ben aan het driving toe naar het Vaartuig Brouwen. En de next stop is Axelholm. Dan weer heading to Lancaster. En dan de final station is Preston. Ding! Oh, oh, oh. Fijn biertje trouwens hoor, de kware mond. Dat is een lekker biertje hoor. Wel de kware mond, voor de mensen die fietsen een beetje in de gaten houden. Ja. We mogen naar de 100, zie ik. Oh nou, ja, dat is lekker. Hoppakee. Now reduce our speed to 100 miles per hour. Reduce our speed, we can now speed our... No. That's wrong. That's a little bit wrong. It's not reduce our speed, but we are speeding up to... 100 miles per hour. Ja, dat was hem. Maar, jongens, is niet een van mijn sterkste talen, zullen we zeggen, maar om wel uit te horen. Dat is wel een lastige taal, hè. Goed, volgens mij zijn we nu ook in Engeland weer en niet meer in Schotland. Dan komt de volgende vraag, Kasper, heb je hier als gereden? Echt niet. Hier nog nooit. Niet echt. Ik heb nog nooit de West Coast mee naar gereden. Alleen maar de route. Algemeen Londen, Houston, naar Crewe, Chester en dan door naar Holyhead, holy shit. En dan door naar Ierland toe. Met de boot. Lekker met de boot. Oei. Oh jee. Oh jee, we hebben een speed limiter van 80 nu. Ik heb er niet aan hoe laat ik nou in Oxenholm moet zijn. Ik vind het wel een van de slechtste scenario's die ik al heb gespeeld hebben hoor. Ik zal het lekker even vanavond zeggen tegen die Ellen Thompson op zijn site. Dat het een broerslecht scenario is. Het mooie was nog die Klaas 47 die net door Carlisle heen kwam.
Ze is het gewoon om te janken dit. We moeten terug naar 80. Ja, 80, ja. Onze speedbreak. Ah, ik vind de route zelf wel goed hoor, ziet er goed uit. Heb je treinplezier? Vind ik wel hoor. Dat is allemaal gratis. Jawel. Ja, met je natuurlijk de WMC L hebt. En de Overshaw op die. Even kijken welke route je dan de scenario goed. Even de goede scenario's pakken. Want je hebt een scenario pack voor de Amsterdam Powerhouse Soundpacks. En je hebt een scenario pack voor de niet Amsterdam Powerhouse Soundpacks. Dus dat maakt niet zoveel uit hoor. Als je de Amsterdam Powerhouse scenario wel pakt, maakt het niet zoveel uit hoor. Voor mensen dan ook gelijk. Dan krijg je waarschijnlijk heel veel veldmodderen, denk ik. Kan die de 90 niet vinden, en de 150 niet vinden, en de 314 niet vinden, en de 90 niet vinden, en de MK3 niet vinden. Ik zet hem op 85 mijl per uur en hij gaat nu 70 rijden. Huh? Trouwens 95 mijl per uur. Mijn parkeersensor even weer uitzetten. Bij dan waar nou die lijnen vandaan komen, hoor. Dat zou ik wel eens willen weten. Waar komt deze lijn nou vandaan? Kan je dat ook zien? Nee. Harrison. Sharp Henderson. Harrison. Okay. I don't know. Of een team mogen hebben. Mooi. Ja, ik bouw dat de vrijheidsfestival niet doorgaat. Altijd leuk hier gezongen. Ja, ja. Wat doe je eraan, hè? Wachten tot het vaccin er is. Dan word ik al sterk afgeraden om niet meer op zomervakantie te gaan. Dus ik wil echt de hele zomer thuis zitten. Ja, ik werk natuurlijk, wat zoals je weet, werk ik op een scholengemeenschap. Ja, die is nu ook al 4 weken dicht bij, hè? En dat is natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 uur open gaan, in het gezegd. Toen zag ik dat de Alan Thompson site ongeveer 7 pagina's voor heeft met scenario's. Dus we hebben nog wel wat scenario's die we kunnen gaan rijden. Oh, zo. Dus we hebben nog wel eventjes wel wat scenario's nog voor de boeg. Dus dan moeten we terug naar 80. Why?
SP brakes op. Nu kijk maar. De nota is weer terug op 80. Huppakee. Ja. ETA in Axelholm moet zijn 9:50. Dan zal het nog een kwartier moeten duren. Met nog een stop in Lancaster. Oh. Dan wordt het dus weer spannend. Dan gaan we weer terug naar onze cruise speed van 50 mijl per uur. Dat is van dit punt, sorry. Zo. Gas op de letter. Als je het scenario gaat rijden, dan ben je in totaal 173 minuten onderweg. Ja, daar kan dan sowieso al 5 minuten vanaf. Dan zou ik zeggen dat je ongeveer onder de beide 150 minuten bezig bent met deze trein. En mocht je met een andere nog gaan, dan is het 130 minuten rijden ongeveer. Dus je gaat 2 uur 10 minuten rijden. Deze trein die haalt 150 wel niet aan. Het is pas gestart als deze trein is 110 mijl per uur. En de Pando die gaat 150 wel. Die haalt het wel. En dan als je dan met die rijdt. Vanaf de klaaskanaal Preston, dan ben je binnen haast een half uur te vroeg met dit scenario. Denk ik van haast. Gaat je een half uur lang in Preston of in Kaula moeten blauwbekken? Nee, lekker dan. Daarom dat ik maar heb gekozen voor heb dat ik hem ga splitsen in twee. Part 1 en part 2. Dit is part 2. Als je part 1 nog niet hebt gekeken, zou ik zeggen, ga ook even part 1 kijken. Oftewel deel 1. Dan zie je part 1. Hoe was het? Het is op mijn channel. Des kan volgen. Ja, ik ga dus inderdaad in het de trainingsmiddel wat meer in Nederlands en Engels praten. Misschien dat het publiek dan wat breder wordt. Ik vind het een mooi stukje dit. Een mooi stukje jongen, een mooi stukje ja. Oh, voor drie minuten is een mooi stukje zeg. Mag ik denk ik 105 mijl per uur, moet ik weer terugzetten. Oh, ik moet daar wel op letten hoor, want dat is... Ik moet eerst wel rijden hoor. Ik ben een keer aan het spieren ben. Oh, dit vind ik een mooi stukje. Ruud. Mooi. Even kijken? Nee, ga niet kijken, we gaan gewoon door. Ik ga er mondjes op lekker hoor. Heerlijk biertje is dat. Inmiddels mogen we weer terug naar de 150 mijl per uur. Dus dan moeten we de 110. Hier komen we weer bij de snelweg. Even kijken of die borden nou ook een beetje... Ja, zie je, die borden zijn ook goed. Lancaster Preston. Nice.
Ja, dat noemen we dan echt details, hè? Daar hou ik van. Dat vind ik mooi. Mooi naar de 100. Modeltjes. 100. Zo. Dus nog 10 mil, ruim 10 mil rijden naar Axenholm. Mooi naar de 80 toe, Roos. Why? This is not normal. Zoals ga ik wel weer scherpe boksen, denk ik. Ik denk het wel. Ben je met spoorwezen hier? Ja, dat blijft een nadeel, hè, die bochten in Nederland. Nou, Sport & Fuel was dat eventjes. Mooi drive-bytje. Dat was een awesome drive-by. Awesome! Hier een passeerspoor. Nogmaals, deze sporen gebruiken ze over het algemeen om goederenvervoer volgens mij te kunnen passeren. Dus als sneltrein dus hier goederen kunnen passeren. Dacht ik hoor, dat heb ik niet helemaal zeker. Of stoptreinen eventueel. Maar het is een soort passeerspoor. Een passeerspoor. Spoor. Spoor. We kunnen weer naar de 95. Oh. 35. Pardon. Draai bij ik nog een keer. Leuk, hè? Oh, hier is zo'n staan eventjes. Oh, hier kan wel staan. Zo'n mooie, mooie plekje. Hier zo staan we wel. Oké. Ik ben altijd bang als ik een driver doe dat ik dan weer dat alarm krijg en dat ik het dan weer mis en dan weer een emergency break. Dan heb ik het lekker uit. Nou, er stond op de site dat er wat fouten in de route waren, maar ik zie nog geen enkele fout hoor. Ik ben zeer content met deze route. Dit is een mooie route. Nogmaals, hartstikke downloaden, gratis. Alan Thompson. Van www.alanthompsonsim.com. Dat is niet zo vaak genoeg, zeggen. Echt, ga er eens heen, dat is een mooie site hoor. Als je echt wel een beetje British trainergeld houdt, zou zeggen, ga er eens echt een keer heen. Er staan mooie reskins op, repaints op, routes staan erop. We hebben ook nog de Leeds Loop die je kunt downloaden.
Deze dan, natuurlijk de Huddersfield naar Manchester. Maar daar kun je ook de powerhouses van gewoon kopen. Dacht ik aan mijn hoofd, als moet je gewoon even naar Arsenal Powerhouse zelf toe gaan. Dan kun je gewoon de pakketten gewoon kopen. Dat moet dan wel via de PayPal of via de credit card. Dat kan natuurlijk niet gewoon met je bankpasje. Kopen en dan download je hem gelijk. Ja, dat de koop goed is gekeurd. Dan praat je ongeveer een pondje of 4, 5 voor één lokje. Dus dat valt wel mee. Dan krijg je ook wat liveries erbij. Wat geluiden aanpassingen voor je wagons, noem het enzovoort, enzovoort. Deze is één pakket, wat je nu ziet. Dus deze is dus een klas 90 met NK3 wagens en DVT. Die krijg je dus ook gewoon bij. Awesome! Ik kan gewoon in de DVT zitten, dat is wel gek. Nu zit ik gewoon in de DVT. Maar is het dezelfde DVT als de 91 volgens mij? Kijk aan. Ik denk het wel. Nee, dit is geen DVT. Het is dezelfde als de 90. Gewoon een nieuwe DVT. Ik heb wel de dieren en eieren staan, maar dat maakt niet uit. De DVT. Drivable train, DVT. Oh, ik moet zwaar erin, want ik ben in Oxenholm. Oh, jongens. Ik sta echt niet op te letten nou, hoor. Mijn power aan, weet je wel. Dan is hij wel snel een remmen. Dus. Zo. After jij zegt, next stop is Action Home. Next stop, Action Home. Next stop, zeg je wel. Een beetje bij schroeven, want. Ja, dat had een geklets, mis ik gewoon binnen mijn seizoen. Ja, dat komt hier aan eigenlijk. Oegie, gaat dat redden? Zo, wat doet er nog? Ah, oh, dit is perfect neergezet. Er komt zelfs een trein aangereden. En zelfs een rijtrein! Wat is dit? Wat de? We mag aan de krant dit. Nou, het is niet helemaal. Kan maar door. De motor is op 90. Oh, goed geluid. Hey, ik rij wel weer, dat moet niet. Ja, ik ben een man, hè. Ik kan niet twee dingen tegelijk. Echt niet. Ik stel trouwens bij God niet waarom we nou hier moeten stoppen, hier, hoor, maar. Ik zal weer aan mij leggen. Stop, look, listen. We mogen alweer. Ja, kan ik hem dan een draaibike doen? Dat is de vraag. Of die dan. Rij alweer. Dan rij je van een berg af. Zo, we gaan weer. Op naar Lancaster. Dat moet er zijn om 2:10. Dan hebben we de eindbestemming. Preston, dan kan je vast een presenteerblaadje geven, dat wordt dus niet 2:50. Oh wel? Nee, dat ga ik. Nee, dat. Nee. Als we om 2:50 in Preston zijn, dan eet ik een stuk uit de vloer. Dat kan niet. Dan moet het daar zijn om 2:50, dus dat lijkt me echt stug.
Dan moet Lancaster al in Preston liggen. Dat lijkt me echt stuk. Dat zal waarschijnlijk wel zijn 10:23, denk ik. We zijn naar 110, dus dan kunnen we weer. Verkeerd. Ah, jongens, ze bent er aan het pieren, zegt nu in één keer. Ik zie trouwens een lock 9-0-0-2-0. Zo, de klas naar die. Dus we zeggen misschien van Casper, Armstrong Powerhouse, hoe werd het? Heel simpel. Je gaat naar de site toe, je downloadt de lock gewoon bij Steam. Dat kan van DTG zijn, of van RCR volgens mij, of die kan downloaden via de Steam. En dan ga je kijken wat je hebt, bijvoorbeeld je download is dus de 90, die heb je dus daar wel over deze route. Als je klaar hebt, dan ga je naar Armstrong Powerhouse en dan ga je naar de 90 serie en dan betalen via PayPal of via creditcard. En als de betaling goed is gekeurd, dan download je hem. En installeer hem gewoon, je eerst de log zelf. En dan krijg je de rolling stops erbij. Je hebt ongeveer 10 à 15 deliveries wat je erbij krijgt. En misschien wel een update of zo. En dan, werkt dat gewoon. En als je dan de treinen in Amsterdam Powerhouse routes gaat rijden, dus routes die al onder Powerhouse rijden, dat heb ik geen probleem, want ook de Powerhouse zelf geeft ook scenario's bij je pakket. Dan kun je ze gewoon rijden. Als je gewoon op je eigen route wil plaatsen, dus bijvoorbeeld op een lesroute of zo, kun je naar een powerhouse rijden, dan kan dat wel. Dan moet je even naar dus je systeem weer, dus je world editor moet je openen. En dan moet je even gaan naar AP, dan tik je even de AP aan en dan heb je ook gewoon powerhouses. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Nou, zullen we waarschijnlijk vragen, wel, heb jij alles van Powerhouse? Ja, ik heb alles van Powerhouse. Wat vind ik het mooiste van Powerhouse? Ja, dat is nog wel echt 125. De 37, kan 37. En de 125. En de 56, dat is mooi. Het zijn wel mooie, ja, er zit gewoon bloedgeluid in. Het is gewoon geluid wat bij mij gewoon bekend is. Ik heb al jarenlang bekend. Met vakanties. Goed, inmiddels we onderweg. En ik zeg netjes calling. In het Nederlands WC. Ik ben zo weer terug. Tot zo. Still on the route, West Coast Mainline, Northwest of Scotland, driving with a Kleiss 90 with 9 MK3 wagons and 1 DVT. Next stop is Long Lancaster. Then we heading to our final destination, Preston. Ik word er een beetje gepiept van. Oh.
Kort, we zijn dus nog steeds onderweg naar Lancaster met deze prachtige Class 90. En ik vind die livery zo mooi, hè. Die livery zo mooi. Kijk eens. Dit is een Swallow. Ja, niet die Swallow. Dat is wel goed livery. Mooi. Awesome. Het staat trouwens wel dat er weinig mensen zijn die de Engelse route op YouTube zetten. Wel een mooi dingetje voor mij. Ik ga dat mooi even doen. Ik kan even kijken waar we nou een beetje rijden. Dan zou ik daar ook een keertje nog een treinspoorplek kunnen doen. Op deze route. Op deze route. Langs te gaan, dan zijn we in Lancaster. Dat is de ene stop voor Preston. Dan gaan we daar door naar Preston. En dan hebben we onze final destination gehaald. Dat is onze eindstelling. Dan zijn we heel blij. Oh, wat zijn we blij. Oh, wat zijn we blij. Nou, ik snap trouwens nog niet waarom ik nou hier moet stoppen. Sorry dan wel, hè. Daar zit al wel wat kerk door. Dus ik denk dat we nu een beetje in de buurt komen van Lancaster. Dan gaan we vast even wat in de rem gooien, denk ik. Ik bedoel, waar nou die lijn nou weer vandaan komt, hè? Die komt uit. Kan je dat zien? Furness. Barrow. Barrow komt wel de pakketroute aan. Barrow. Komt er wel redelijk bekend voor. Barrow. Eens kijken of ik daar wat over kan vinden, hoor. Barrow. Au. Barrow. Wat ik nog krijg is transportkarren van Barrow. Oh, dan moet je weer niet hem. Oh ja, Barrow. Alaska. Nee, hey, lekker. Ja, zo staat hem, Barrow. No. Barrow AFC. Dat is een voetbalclub. Barrow UK. Ik denk over Barrow. Barrow in Furness. Nou, hoe is het dan helemaal verkeerd volgens mij? Kijk hoor. Nou, nee, heeft een. Nee, wel. Wel goed. Oh, ja, wel. Oh, dit is bij, bij de zee. Barrow in Furness. Weet dat? Dat was inderdaad wel een goede tak, dus waarschijnlijk hebben we ook zo meteen wel een zeekant, denk ik, dat ze wat meer zee gaan krijgen. Of we hebben al wat, ja, kijk maar, daar. Hoppa! Dat is de Ierse Zee. Dat is ook richting Island of Man. Dat weet ik dan wel weer.
We zijn zo in Lancaster aangekomen, zie je? Nice. Dat is de zee. Wauw. Goed. Naar die lijn dan. Weer even kijken. En dan gaat naar... Ik heb geel. We gaan zo switchen van spoor, denk ik. Gaan we even kijken als ik in Lancaster ben. Waar gaan we zo switchen van spoor, denk ik? Altijd een beetje eng. Ik ben altijd bang dat ik dan weer... Rosenker of zo. Dat was wel knap op Susan trouwens, dat je nu een rood zijn krijgt en dan gewoon door de rood in jagen. Kan ik de level weer opnieuw gaan beginnen. Ik denk dat wij van spoor wisselen, denk ik. Ja. We gaan spoor wisselen. We gaan naar Lancaster platform voor. We are just arriving at at Lancaster. Next stop is Lancaster. Shut up, or I kill you. Daar komen we aan in Lancaster. Lijnzijde, next stop is Lancaster. Next stop, fuck you. Zo, we komen nu aan in Lancaster. So, just we are going arriving at Lancaster. Dat van nummer 4. I got a yellow. I got a full scores yellow. Alles op, man. Mag je maximaal 40 mijl per uur. Dat is nog best klaar trouwens hoor, 40 mijl van wissel in. Ah, dit vind ik wel mooi. Super. Dus laten we even kijken wat er met Lancaster te doen is. Oh, dit is wel mooi dit. Dit is echt super. I like this. Nice. Awesome. Even kijken wat er in Lancaster te doen is straks. Just going to see how Lancaster looked like. The train completely to a stop. And we're gonna watch at Lancaster. Beautiful station. Mooie zon. Nice station as well. Wow, this is awesome. Great. Footbridge, of voetbrug. Ziet er goed uit hoor, Lancaster. Hier kunnen we wel mooi een drive-bytje doen, of wel een trainspotplekje doen. Voor de volgende keer. Dat is wel een mooi plannetje. Mooi zo, die eetjes die dan voorbij komen. Zzz, weet je wel, gaaf man. Oh, emergency. Oh shoot, not again. Zijn er. Ga ik even in zijn rem staan, want waar ga ik bergafwaarts. We gaan even kijken wat er in Lancaster te doen is. En dat is Lancaster, nou daar is dus het café, het kasteel van Lancaster. Dat vind ik een mooi stukje dit trouwens. Hier zo, dan ga je waarschijnlijk hier naar de zee toe denk ik. Ah, hier is alles dicht, maar ja, logisch. Ik vind dat er wel mooie details in zitten hoor, in deze route, super. Nogmaals, hij is gewoon gratis te downloaden, hè, deze route. Hè. Gewoon naar Alan Thompson site toe gaan. AlanThompsonSim.com. Kun je gewoon gratis downloaden. Mits je de Oversharp en de WMLL hebt. Oftewel de West Coast Mainline. Oh, we zijn alweer klaar. We mogen alweer vertrekken. Dan gaan we naar onze laatste stop, Preston. En dan zijn we om 9:40 moeten daar aankomen. Dan stappen we weer gauw in. Ik doe nog een drive-bytje, ik weet niet
En dit is nu mooi eventjes. Doe even een draaibadje. Oh, weer de verkeerde. Ik ben lekker bezig. Laatste stop dus. Dan zijn we daar. Op Preston. Last stop. Preston. Jank van de MK3-wagens. They are crying, those wagons. En dan doe je de DVT. Oh, ik ben dan weer te laat. Lekker dit. En dat bedoel ik dus. Lang leven. Ja, I know. Hey. Tegen de deuren. Nice. Zo, gelijk weer in pats. Hé, hey, waarom staan jouw lampen wel trouwens wel aan van deze DVT? Mijn lampen niet trouwens. Dat is vreemd. Dat was 90 erachter. Ik heb nou niks voor mij. Perfect car. Ik was er bang voor. Nou weer dan. Are you kidding me? Oh shit. Oh, twee keer automatische treinbreek. Oh, lekker dan. Goed bezig. Nou, de trein naar Preston ook wel langer dan natuurlijk. De speedlimit is hier 110 mijl per uur hoor, dus ja, dat ding kan niet anders dan 110 mijl per uur. Dat was sowieso een dingetje dan. Aankomst in Preston moet zijn 10:22:12. That will be arrival time at Preston. It should be 10:22. That's still 80 miles to go. Back at the green signal. Yay! Ja,
keer dan krijgen we weer een down en een fast en een slow line waarschijnlijk. Dan is het weer een passeerspoor, dan kan dat ook weer. Dan heb ik een passeerspoor denk ik hoor. Ik ga even kijken dus bij mijn even check hier. Ja, dat is passeerspoor. Waarom pakt hij nou? Why? Wat gebeurt er nou joh? Oh, ik heb hem op 75 staan. Ah joh, ik ben lekker aan het gooien, zeg. Lekker hoor, nee, ik ben lekker bezig. Twee keer een emergency break en dan ook een keertje mijn speed limiter op 75 zetten. Nee, handig. Hij gaat lekker jongens. Goed bezig. Nou, ben ik al 3 uur aan het rijden. Zo nog 14 mijl te rijden. Daar zijn we dan, schoeders. Ik zal kijken of ik daar anders ook een kan krijgen. Van Preston naar Crewe. En dan Crewe naar Londen. Dan zal die ook gewoon kunnen gaan doorrijden. Die doet voor mij nog weer 4 uur bij die route. Of dat scenariootje. Dan heb ik natuurlijk wel alles, hè. Dat is wel mooi. Het zou misschien ook een keer lukken deze om te zeggen van nou, we doen alles een keer in één keer. Van Londen naar Houston naar Glasgow. Die staan er ook. Maar ja, dan rij je met een Caledonian Sleeper. Voor mij gaat het zelfs nog door voor mij naar Fort William. Dan ben je gewoon 9 uur lang onderweg. Dus dat is wel een stukje rijden, zou ik zeggen. Maar een video van 9 uur, wie gaat dat in godsnaam kijken, zal ik maar zeggen. Ik vind 1,5 uur lang, fooi. Ik vind de route erg mooi, alleen ik vind de scenario-maker, het scenario zelf vind ik gewoon, ja, but. Dikke but. Er komt niks voorbij aan treinen, helemaal niks. Ja, als je ergens op een station bent, dan komt er een keer een treintje voorbij gereden en de rest is gewoon, tussentijds komt er niks, maar ook niks voorbij. Ik vind het gewoon een beetje, ja, jammer, zou ik zeggen, om het maar netjes te houden. De scenario bouwen krijgt bij een dikke 0. Punt.
nog 29 te gaan en dan zijn we in Preston. Ik zal ook zien dat het hier wat meer vlak gaat worden. Ik word een beetje in de middengebied van Engeland uit. Preston zit een beetje rond de hoek Manchester Liverpool. Het is een beetje dezelfde kant. Ik zit niet te denken, ik kom ook nog Preston op een tweet. Hoe is dat helemaal de andere kant op? Ik kan even kijken. Was het echt voor mij Preston up on tweet? Ja. Ja, hier. Preston up on tweet. Zie je wel. Die is er echt. Nee, het is Burrick up on tweet. Dat was hem. Maar met de bus kost je dat £26. Oh, oké. Okay. Lekker belangrijke informatie hier, Kasper. Echt. Still 6 miles to go to Preston. Dit is nog een keer gaan kijken bij de Thompson of daar een mooier scenario van is. Dan kunnen we een paar keer terugrijden naar Glasgow toe. Nou, dan hoop ik dat ik wel wat leverender route krijg met meer treinen die we ons tegenkomen. Gewoon paggestemd dit. Jammer trouwens. Dat moet wel een beetje de route een beetje ontsieren, vind ik hoor. Ik vind gewoon dat er wel wat meer treinverkeer op moet komen. Ja, ik mis goederenverkeer, ik mis een 90, ik mis een 91, ik mis een 125. Ja, dat is dan een beetje jammer. Maar goed, we moeten het er maar mee doen met dit scenario. Het is niet anders. Het is niet anders. Hij heeft alleen maar rijtrainen gemaakt bij stations waar ik moet stoppen. Dus gewoon niks. Nogmaals, als je part 1 nog niet hebt gezien, kijk even op mijn kanaal, daar zit ook part 1 op. Daar gaan wij van Glasgow naar Carlisle. En van part 2 is van Carlisle naar Preston. Let's see you part 1. Just gonna watch it on my channel. Part 1, from Glasgow to Carlisle. En misschien dat Casper wel eens een keertje zelf een scenario gaat maken op deze route. Zeg maar zien. We gaan terug naar 95 mijl per uur. We komen zo haast langs een beetje aan op Preston. Jawel. Jawel. Dan ga ik terug naar 80. Dan ga ik terug naar 35. Hoppakee. Snelheidsbeperking. Full score yellow. Preston. Nou, ze mag luid terug naar 30, want het is alleen maar remmen. 30 doen we alleen maar. Weet je waarom? Het is alleen maar. Hallo.
nummer snelheid beperken. We gaan van 80 naar 35 en naar 20 toe. Dan kijk ik even wat daar nog door voor heeft, of Preston. Hey, 150. Een rijtrein! Serieus? Ik had hem bijna gemist. What the fuck? Goed bezig. Wauw. Nou, ik kom weer in de stad, hè. Dan krijg je weer rijtreinen. After the terminal, next stop is Preston. This train is all terminated at Preston. Thank you very much. Next stop, Preston. This train is all terminated. Thank you. Nou, zijn we dus in Preston aangekomen. Nou, gaan we eens even een rondje kijken in Preston, wat daar te doen is. Nou, in ieder geval kerk in Preston. Dat is in Preston. Oh, sorry. Nou, mooi man. We zijn er. Zijn we om 7:30 of 7:35 zijn we begonnen. We komen aan om 10:19. Binnen 3 uur, hè? Ja, ja. Maar we zijn er binnen. Kijk, dan mis je hier toch wel weer wat treintjes, hè. Dat vind ik zo jammer, dit, hè. Jammer dat deze scenario bouwen gewoon, ja, de helft is vergeten, zal ik maar zeggen. Jammer. Erg jammer. Terug naar 25 mijl per uur. Dan komen we aan, zo in Preston. Oh, ook een zitterrein hier, ook. Zit er erg verlaat naar, trouwens. Goed, aangekomen in Preston. Ga ik je vast even wat dingetjes melden. Mocht je deze route zelf willen rijden, kan dat. Ga dan naar de Alan Thompson website. Dat is dus www.alanthompsonsim.com. Ga dan naar Roots. Daar kun je hem gewoon gratis downloaden. Mits je de West Coast Manor hebt en de Oversharp route. En dan kun je daar ook eventueel de repaints krijgen, want die moet je ook nog hebben. Dat was het ongeveer. Ja, ja, dat is nog goed. Ik zal hem even neerzetten. Wat kost het? Koprondje trouwens. Waarom zit ik met een gos nou op kostenpronden? Ja, valt een slecht scenario, zeg. Het scenario zelf geef ik een dikke nul, want ik vind het gewoon. Er zit totaal geen beweging in, er rijden geen treinen, er rijdt helemaal niks. Je zit op onmogelijke plekken neer, zoals dit. Op het kleinste perron die er maar is in Preston, moet ik er 9 bakken neerzetten. Lekker handig. Zo. Goed. Dus die geef ik een dikke 0. Dus mocht je deze route willen downloaden, zou ik deze route niet aanraden. Dit scenario niet. Wel mooi look trouwens. Dat is toch wel jammer. Maar ja, goed. Hè? Verder de route zelf, terwijl wij even op Preston uitkijken, geef ik een dikke 9. Ik vind het een super goede route. Er zit veel beweging in. Je hebt veel verschillende dingen met je snelheid. Je moet vaak je snelheid aanpassen, dus er zit echt wel een beetje uitdaging in. Alleen ja, helaas geen rijtreinen die we tegenkomen, oftewel computerbestuurde treinen die we tegenkomen. Alleen bij stations waar we moeten stoppen, komt wel wat activiteit tevoorschijn. Maar het is niet helemaal wat je zegt, jut van het. Dus mocht je deze route willen rijden, prima. Maar ga op zoek naar een ander scenario die ik vanavond heb gereden. Want ik vind het scenario gewoon dikke, dikke, dikke prut. Alright, dit was de route. Hope you like it. And see you next time. Dit was me voor nu. 3 uur lang gereden. Klaar nu. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. Word abonnee op mijn kanaal. En tot de volgende, zou ik zeggen. Toedels. Dag.